Nou, we hebben het al vaker gehad over de enorme schulden die de gemeente Leiden heeft opgebouwd. Hè. En u heeft daar wel een verklaring voor, van we doen ook heel veel in de stad. Maar de raad, dat hoorde je vandaag, heeft wel behoefte aan een wat langer doorkijkje dan de komende jaren. Kunt u ze dat geven? Ja, zeker. Dat kunnen we geven. We hebben vrijwel op alle beleidsdomeinen ook in kaart gebracht wat betekent de investeringsplanning voor de komende 10 jaar. Dat heeft ook vorig jaar bij de kaderbrief gezeten. Daarna hebben we ook nog dit jaar onze beheerplannen geactualiseerd. Dat zijn ook meerjarenplannen. Nou, daar heb je heel veel ingrediënten op waar basis je kan concluderen. Leiden heeft voor de komende jaren tot en met 2026 eigenlijk dekking voor zijn grote opgave. Inclusief de duurzaamheidsopgave, inclusief scholen, inclusief sportaccommodaties, inclusief rioleringen. En voor de periode daarna hebben we het in kaart gebracht. Dat is natuurlijk wel koffiedik kijken. En dan moet je allerlei aannames doen. Hoe gaat de markt dan ontwikkelen? Je kan wel goed aan de vervangingsinvesteringskant, op basis van de levensduur van zaken, zeggen, nou, dan moeten we ongeveer dat en dan aanpakken. Nou, dat weet inmiddels ook de Raad. Dat heeft ook bij de kaderbrief van vorig jaar gezeten. En dan is een deel van de kritiek van, ja, dan blijft er wel heel erg weinig over voor nieuwe keuzes straks na de verkiezingen voor een nieuw college. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Want een nieuw college kan elke 4 jaar bij de start besluiten om een aantal projecten niet te doen. Dus wij zijn een college dat een aantal zaken heeft aangepakt op het gebied van vergroening, op het gebied van verduurzaming, klimaat, rioleringen, schoolgebouwen, sportaccommodaties. Dat hebben we aangepakt. Dat is in een raming uitgezet. Wat betekent dat voor je schuldquote? Die projecten zijn niet allemaal volgend jaar opgelost. Dus als een nieuw college het niet eens is met die inhoudelijke keuzes, dan kan je altijd die keuzes terugdraaien. Dat is één. Wij hebben een behoedzaamheidsruimte ten opzichte van een taakstelling in het sociaal domein staan. Inmiddels hebben we vandaag gehoord dat er straks waarschijnlijk een regeling komt dat je structureel het extra geld dat we volgend jaar voor de jeugdzorg krijgen, dat je dat mag extrapoleren naar de toekomst voor 75%. Elke euro die dat oplevert is vrije ruimte voor een nieuw college om daar andere dingen voor te organiseren. Daarnaast hebben we ons financieel perspectief Duurzame Stad. Daar zitten langjarige investeringsbedragen in voor de energietransitie, voor de klimaatverandering en voor circulair. Daar kan een nieuw college ook keuzes in maken. Hè. Wij hebben ervoor gekozen om daar 3 miljoen structureel per jaar voor beschikbaar te maken. Dat is dan kapitaallastengeld, wat je, als je dat omzet naar investeringskredieten, echt gaat het over 20 miljoen. Dat zijn allemaal keuzes die een ander college zou kunnen maken om dat niet te doen. En daarom zeg ik ook altijd, geld is het middel. Kijk naar de achterliggende doelen die je hebt, waar je dat geld voor nodig hebt om het te financieren. Maar toch, u noemde dat woord net zelf ook al even, die schuldquote, dat het eigenlijk is 100% is een getal wat, ja, gemiddeld is, hè? Dat een gemeente, ja, heeft dan een schuldquote van 100%. Ja. Nou, er zijn een aantal factoren waarvan de VNG zegt, daar moet je qua signalering naar kijken. En één daarvan is een signaleringswaarde voor schuldquote. En die is ooit in 2013 bedacht op 130%. Onderbouwing daarvoor, weet ik eigenlijk niet waarom dat 130 is, maar belangrijker is. Maar er zijn ook gemeenten die zitten ver onder de 100, op 65 of zo. Die zijn er ook, maar bijvoorbeeld in Dordrecht zit heel laag nu. Maar waarom? Omdat Dordrecht in de situatie zit van Leiden 8 jaar geleden, toen wij onze NUON-middelen verkochten. Dus op het moment dat je natuurlijk je aandelen die wij destijds ook hadden in NUON, die zij in Eneco hadden, die hebben zij verkocht. Een enorme berg aan reserves levert je dat op. Dus als je nu gaat kijken naar de schuldquote van Dordrecht, is die heel anders dan wanneer je hem over 6 jaar gaat beoordelen. Dus mijn punt is altijd, ja, het is waar dat wij een hoge schuld ramen om op te bouwen. Dat is ook nog een verschil met wat u net zei. U zei, ja, we hebben al veel schulden. Nee, dit is waar we naartoe koersen op basis van de plannen die we hebben. Dat is absoluut waar. Daarnaast is het zo dat we kunnen dat structureel met inkomsten die kapitaallasten dragen. En daarnaast hebben we nog een aantal maatregelen op basis waarvan je buffers hebt ingebouwd. Mocht je uiteindelijk door te veel tegenvallers in de problemen komen of anderszins. Dus je moet al wel naar het hele plaatje kijken en alleen naar die 130%. De 130% die was er al toen dit college begon. Die lag al boven de 130%. Maar bij die 130% gaat er een lampje oranje knipperen. Hè? Leiden gaat naar de 200%. Waar stopt dat dan? Kan het ook naar 300, 400, 500%? Nee, ik denk als je naar de opgaves kijkt die wij nu in de begroting hebben opgenomen. En je kijkt naar dat
die 10-jarige planning die we vorig jaar bij de kaderbrief hebben gedaan, en je kijkt naar de beheerplannen voor de dingen die je de komende tijd goed en netjes moet onderhouden of vervangen, dan is mijn verwachting dat die nooit heel veel hoger gaat stijgen. Gaat die dalen? Want dat wil de Raad ook een beetje weten, hè? Nou ja, dat weten we niet natuurlijk, omdat tegen die tijd weet ik ook niet welke ambities er dan zijn. He, dus kijk, wij zijn hier als college tot maart 2022. Ja. Dus moet ik, als ik een uitspraak moet doen over de schuldquote in 2030... ja, ik weet niet welke plannen hierna worden gemaakt en worden geschrapt. Maar het is, wij hebben in ieder geval een compleet beeld bij waar sta je als stad voor aan de lat en wat moet je dus kunnen begroten voor de komende jaren. En dat beeld is vrij compleet al. Maar er is toch veel kritiek op die hoge schuldquotes. Als er straks na de verkiezingen een college zou komen te zitten die zegt, nou, we moeten terug naar die 130%. Wat moet er dan gebeuren? Nou, dat is vrij simpel. Niks meer uitgeven. Dan moet je kijken naar je 5 grootste projecten. De Leidse Ring Noord, de sportaccommodaties, de wijkvervangingsprojecten voor de rioleringen, de schoolgebouwen. Dat zijn de grote kapitaalvragers. En dat moet je dan allemaal stopzetten? Dus als je tegen de stad zegt, de schuldquote moet naar beneden, hè, ook al kunnen we het nog steeds structureel betalen, dan moet je ook aan de stad uitleggen welke projecten en dan de grote projecten. Hè. Dus we moeten niet praten over 1 miljoen voor cultuur. Of over. Dit gaat over de grote projecten in onze begroting. En de top 5, die heb ik net genoemd. Dus dan is je verhaal naar de stad, denk ik, dan moeten inwoners ook, en die hebben daar ook recht op om dat te weten. Nou, dat betekent dus, als je kiest voor een verlaging van de schuldquote, dan ga je dus dan moet je dus schrappen in je investeringsprogramma's. Tientallen miljoenen. Ja, want nogmaals, toen dit college begon, was de schuldquote al boven de 130% vanwege bijvoorbeeld de Leidse Ring Noord. En dus wil je dat terugdringen, dan zul je dus wel echt grote keuzes moeten maken in dat soort projecten en niet in de kleinere projecten, want dat gaat qua schuldquote geen zoden aan de dijk zetten.